Poppy, 6-jarig meisje wilt borstvergroting. Exclusief. Haar van Herman Brusselmans de voorbije maand amper 2 millimeter gegroeid. Betty van Big Brother koopt nieuwe paraplu. Oh, mooi. Zeg, wat een zever. Heb ik daarvoor €2 betaald? Ja. Wacht tot ik BV ben. Heer, spaar ons daarvan, hè. En waarom? Oh, ja, als er iemand op aarde het BV-schap verdient, dan ben ik het toch zeker. Sjoeke, BV, denk eens 2 minuten na. Al die aandacht. Fantastisch toch, hè. En hoe denkt jij BV te zullen worden? Veel kunnen niet. Oh, BV's die moeten niet veel kunnen. Nee, die moeten alleen maar opvallen. Allee. Trouwens, ik heb ons al ingeschreven voor een paar tv-programma's, hè. Ons? Ja, ik kan er toch ook niet aan doen dat die programma's alleen voor koppels zijn, hè? Ja, trouwens, die Valérie de Bozeren, hè, van Koen Wouters. Die is ook zo begonnen. Ja. En waarvoor heb jij ons ingeschreven? Expeditie Robinson. Salut, dan drinken ze alleen maar water. En Temptation Island. Dan kunnen we ineens onze relatie testen. Oh, ik zie me daar al zitten in die strandbar. Al die knappe gasten hun kop zot maken. Oh. Ja, maar ik zal niet veel te ver gaan, hè. En jij kunt zien dat je met je fikken van die babes blijft, hè. Ja. Alhoewel, juist niet. Dan sta ik direct in de boekjes. Carmen, het verhaal van een bedrogen ster. Sjoeke, jij kunt op uw kop gaan staan, maar ik doe daar niet aan mee, hè. Wat lief? Dat ik zal meedoen. Oh, Sjoeke, ik ben zo blij dat je met mijn carrière kunt. Laba. Zeg, kijk eens wie er wakker is. Laba. Kijk eens, Sjoeke. Mocht jij nog eens bij de mami blijven? Hè? Ja, Mark en Bieke zijn naar een prijsuitreiking. Oh. Ja, ons Bieke is genomineerd voor de prijs van de beste vrouwelijke marketeer van België. Marketeer? Wel, ja. Amai, zeg dan. Zijn toch chique dingen? Ja. Oh, en ik zit er niks mee in om op Paulientje te passen. God, dat kind, dat is een plezier om in huis te hebben. Ja, ik wou dat ik van mijn vent hetzelfde kon zeggen. Hoi, is het weer oorlog? Ja, en zijn maar zeker dat er deze keer doden zullen vallen, hè? Allee, dan is nu het moment om bij Vertongen uw begrafenis te bestellen, compaan. Wat heeft Xavier misdaan misschien? Meneer gunt mij mijn carrière niet. Welke carrière? Ja, haar BV-carrière. Spaar ons daarvan. Ja, dat heb ik ook gezegd. Weet je dat ze ons al had ingeschreven voor al die idiote relativiteitsprogramma's? Ja. Ja, geluk dat ze ons overal geweigerd hebben. Oh, dat is spijtig. Ik had u anders wel eens graag zien liggen zo op een strand tussen de lekkere kokosnoten. Maar ik geef het niet op, hè. Ik moet en ik zal BV worden. Zeg, maar dan moet jij meedoen aan die auditie, hè? Ze zoeken een nieuwe tv-presentatrice. Het staat vandaag in de krant. Oh, zie je? Dat is dat stuk dat jij uit ons gazet hebt gescheurd. Saboteur, laat zien. Ja, bon, ik ga morgen een auditie doen, zeg. Voilà. Sjoeke, nee, jij weet niet waaraan je begint. Wat zou jij nu kunnen presenteren? Mezelf, tja. Jo, bij gedacht, S.O.S.T. Ja, maar, zo'n auditie, daar komen ook veel normaal mensen op af, hè? Oh, die heb ik geen schijn van kans. Want ik neem mijn geluksbrenger mee. Ons neerroken en mijn boelijke. Ja, zo'n. En jij moet niet denken dat je een foto met een handtekening krijgt, hè? BV Barbaar! Ja. Everything is free in America. It's all okay in America. I wanna stay in America. Hey. Oh, amai. Pas op. Deze dag kan niet meer stuk. Een prijs voor mijn marketingwerk. Ja. En een job in Amerika. Bij een van de grootste multinationals van de wereld. Ja.
Hey, Wieke, en dan nog in Florida. Ja. Oh, my. Pauline en ik, wij gaan een abonnement nemen op Disney World. Oh. Niet boos zijn, Wieke. Ik ga dat kunnen lijmen. Maar hoe kan ik nu boos zijn, schatteke? Eindelijk wordt men een American Dream waar. Zeg maar, niks zeggen tegen ons ma. Hè? Maar nee, anders loopt ze weer een hele tijd te zagen. Ja? Vertel daar wel op het juiste moment. Ja. Ja? Ja, maar je kent mij, Bieke. Ik ben Carmenny. Mijn mond kan wel dicht. Oh. Schatteke, ja? Gaan we samen douchen? Hè? Oké, okay, kom direct. Oh, eerst de valies pakken. Zo. Ja. Amerika. Mijn dvd's van de Simpsons. Ja. Zo. Strips. Zo. Ah, werk voor Bieke. Zo. Voilà. Knuffels voor Paulien. Ja. Voilà. Zo. Hallo. Hallo. We zijn er. Ah. Dag, Paulien. Ja. Wel, Mark. Jij gaat verhuizen, zeker? Hoe? Jij weet dat toch al? Hoe? Gaat jij echt verhuizen? Koffie, ma? Een koekje? Mark, ja? Moet jij mij iets vertellen? Nee, ik zou niet weten wat. Ik ben niet onnozel, hè? Nee. En gaat Pauline en Bieke mee? Mark, je hebt altijd een heel brave schoonmoeder gehad, hè. Maar dat kan heel rap veranderen als je mij nu niet gaat vertellen wat dat er hier gaande is. In Amerika kunnen wij toch niks doen. Amerika? Ja. Gaat jij met Pauline en Bieke naar Amerika verhuizen? Maar Bieke heeft daar een job aangeboden gekregen. Oh. Maar ik heb niks gezegd, hè. Schatteke. Hey. Kom je? Bieke, kom eens hier. Is dat waar wat Mark juist zegt over Amerika? Mark! Kom, Paulien. Wij gaan douchen. Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula. Ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika. Oh, sorry. Verkeerde nummerkeuze. Want Afrika verdient... Doe jij dat nu expres? Ik had van u toch wel wat meer begrip verwacht, hè, Maurice. Mijn dochter en mijn kleinkind verhuizen naar de andere kant van de wereld. Ik ga ze nooit meer zien. Er is niet gezegd dat ze voor altijd in Amerika blijven, dacht ik. Ja. En ze kunnen toch nog op bezoek komen? Ja. Of wij naar daar? Oh. En wat als hun vliegtuig gekaapt wordt? En ze tegen het vrijheidsbeeld te pletter vliegen? Daar moet je toch niet aan denken. Wees blij dat uw dochter zo'n unieke kans krijgt. Ze zou zot moeten zijn om die te laten schieten. Oh, het is heel duidelijk aan wie zijn kant gij staat. Maar ik ga mij daar niet bij neerleggen. Maar in Amerika, maar in Amerika, daar is het happy hoop en het is... Naar Amerika? Ja. Maar die kans mag ze toch niet laten liggen? Wat heb ik gezegd? Ja, het zou uw kind eens moeten zijn, hè? Ja, hey. Ja. Oh, in het voetbal. Hey, hoe moet het daarmee zonder Mark? Iedereen is vervangbaar. Zeker, Mark. Ja, maar wanneer zouden ze vertrekken? Niet. Rap. Misschien zondag al. Oei, dan speelt Mark zaterdag zijn laatste wedstrijd. Ja, dan gaan we toch iets speciaals doen, hè? Ja, dat is zeker. We gaan ze niet laten vertrekken zonder een deftig afscheidsfeest. Je bent allemaal bedankt voor uw steun. Papa, hè. Rappeleer nu nog. Het is een tijd geleden, maar ze is toch een keer vertrokken naar Amerika, hè?
Hey, na 2 weken stond ze daar terug, bij haar mond vol tanden. Toen was de situatie anders. Ze krijgt daar nu vast werk. Madame Pascal, ik vind het verschrikkelijk wat uw dochter u allemaal aandoet. Hè? Jammer, al die jaren zijt je er voor haar geweest. Hè? En nu je oud en sukkelachtig begint te worden, nu trapt ze af met het dierbaarste dat je hebt, hè? Uw kleinkind. Hè? Allee, ik vind dat stankverdank. Ik zou het er niet bij laten. Hè? Jij bent gewoon bang om uw huurders te verliezen. Ja. Dat durft er allemaal niks mee te maken. Ja, nee, zeker. Als Bieken en Mark verhuizen, heb je een pak inkomsten minder. Ja, ja. Hey. En vind maar nog eens zo'n goeie mensen die van u willen huren. Pascal, tournée général. Xavier. Ik ben aangenomen. Ik word een tv-ster. Wow. Echt? Maar ja. Jij? Maar, dat kan toch niet? Ja. Er was maar 1 kandidaat, zeker? Nee, helemaal niet. Maar ik stak er wel met kop en schouder. En de rest bovenuit, hè? Joyce de Trog, Veronique de Kok, Tanja Dexters. Ik heb die allemaal overklast, hè? Ja, en vanaf morgen kleur ik 's middags uw tv-scherm. 'S middags? Dat valt al mee. Dan zullen er niet te veel mensen last van haar hebben. Amai, met een flats creep. Die bollen kunnen daar niet in. Zijn we weer jaloers, ja. Maar ik sta binnenkort wel op de cover van alle boekjes, hè. Ja. Ah. Carmen Waterslagers, het verdriet van België. Och, kom. Laat ze zeggen, madame Carmen. Proficiat, jij gaat dat heel, heel goed doen. Merci, Vernaken. En ik word uw grootste fan. In mijn kamer hang ik vol met posters van u. Oh. En als je op tv-scherm komt, dan hang ik aan uw lip. Oh, merci. Chance dat ik op tv uw slechte adem niet ruik. Kost er maar als dat blijft. Ik ben niet geïnteresseerd in uw antiek. Zogenaamd exclusief manneke pissen, maar er geen flos heeft. Nou ja, ik koop mijn antiek in Brussel. Op de Zavel. Op de Zavel? Dat zit er wel vol bedriegers, hè? Ja, maar niet zo'n grote gelijkheid. Inpakken en wegwezen, zeg ik. Maar ik kan dat toch niet weten op voorhand? Nee, Ronald, dan had je maar niet zo dom moeten zijn. Wat is het? Problemen? Ja, ik ben mijn slaapplaats kwijt. Het is uit met Doreen en nu mag ik dus niet meer op haar kot slapen. Slaap dat op uw kot? Ja, dat gaat niet. Ik heb dat opgezegd. Ja, ik wou dag en nacht bij Doreen zijn. Zij was the love of my life. Voor 3 dagen. Wanneer word jij eindelijk volwassen? Ja, het probleem is, het academiejaar dat is half weg. En ik vind nergens nog een kot. Zoek dat een nieuw leven? Ha. Dat is niet grappig, Pantas. Misschien kan ik u helpen. Ja, door u niet te moeien. Ja. Ronald, als jij geen kot niet meer hebt, dan moet jij thuis slapen voortaan. Thuis? Ja, mama, en mijn privacy dan? Dat is ja. Maar misschien kunt je mijn loft huren, hè? Nu Mark en Mieke toch gaan verhuizen. Verlaat! Maar dat is het, nonkel Bal. Maar uw mama gaat dat nooit goed vinden. Balthazar, jij kunt toch iets forceren bij zijn mama, hè? Zeg, voor uw fantastische stiefzoon. Ja, Alleen nonkel Bal, please. Please. Wat moet dat kosten, die huur? Dus voor die luxe loft vraag ik natuurlijk een voordelig studententariefje, hè? 500 euro. Akkoord. Nu akkoord. 475. 450. Oh, en onkel Paul. Please. Allee, d'accord. Maar alles in begrepen, hè? Water, elektriek en heel de bataclan. Ja, natuurlijk. Zeg, een tevreden klant vind je toch alleen maar bij Kostermans. Ferdinand. Merci, onkel Paul. Merci, onkel Paul. Carmen heeft gelijk, hè, zeg. Die is in een adem. Oh, Oh. Niemand kan van zo'n lekkere balkjes in tomatensaus maken dan de mami. En van wie? Zeg, je hebt toch nog een plaatsje overgelaten voor het dessert? Chocomousse! Yay! Een heel kom voor u alleen. Dank u, ma. Oh, ik ga u eten missen, hè, in Amerika. Ja, je kunt ook nog hier in België blijven. Pascalke. En dan krijg jij van mij iedere dag zo'n kom. Oh. Ik denk dat we ons daar beter niet mee bemoeien. En ik denk dat jij beter voor de zolder gaat opruimen.
Oh. Jij gaat eens met ons Bieke kloppen, hè? Ja, maar... Bieke wil die job zo graag. Ja, maar ze heeft hier toch ook een goede job? Mm-hmm. Allee. Zeg, en ons arm schaapje hier. Die gaan mij zo vreselijk missen, hè, dat die erg ziek gaat worden. Allee, ma. Maar jij wil in Florida wonen, hè? Ja. Disney World, dat is juist achter de hoek. Paulien gaat gewoon een tijd nemen om u te missen. Nee, maar ik haar wel. En u ook, mijn lieve schoonzoon. Oh, allee, doe het voor mij. Hé, hey? Ja. Ma. Ja. Oh. Nu moet ik toch dringend naar Radio Hallo. Radio Hallo. Jij wilt toch uw levenswerk zomaar niet overlaten en laten kapotmaken door de eerste, de beste amateur. Maar nee. Ja, je hebt gelijk. En hier, ons Paulientje. Die wil ook niet naar Amerika. Hoi? Nee, ons poppenmieke, hè. Die blijft liever hier bij de mami en de papi Maurice, hè. Huh? Wat zei je aan het doen, ma? Ah, Bieke. Wel, ik ben natuurlijk... Bieke. Ik zei juist dat ze zo'n schoon kleedje aan had. Dat is niet waar, hè, ma. Je zei juist... Dat ja, Paulien... ja. Mark, ik heb het gehoord. Ma... Je zet hier gewoon Mark en Paulien tegen mij aan het opzetten. Ja, maar Bieke, misschien moeten we toch nog eens een keer over nadenken. Allee, Radio Hallo is Mark, al... wij gaan. Maken en jij gaat ons niet tegenhouden. Maar Bieke, stel u in mijn plaats. Ik kan u niet missen. Maar, Bieke, Emma, die kan toch mee verhuizen? Allee, jij. Ha, allee, jij. Vind jij dat er nu niet wat over? Van 's morgens vroeg champagne en caviar? Dat jij de ster, of je zei het niet, hè? Wat heeft dat gekost, zeg? Zoek, ik trek dat af van de belastingen. Dat zijn beroepsonkosten. Zeg, en wat vind je van mijn kleedje? Speciaal, hè? Ja, dat in ieder geval. Gekocht bij Nicky van Klets. En ons leerroken is helemaal assorti. En mijn moeilijke gamsen, hè. Ja, zie eens. Heb jij nu echt zo'n dure kleren nodig om te presenteren? Ik moet er toch deftig uitzien, hè. En je moet die frustratie niet op mij uitwerken, hè. Ik kan er toch ook niet aan doen dat jij van die lelijke kakkejute zakken moet dragen. Oh, dat zal voor mij zijn... Sjoeke. Ja, Sjoeke, ik kan daar toch niet aankomen met die verroeste rammelbak van ons, hè? Bye, sweetheart. En niet vergeten te kijken, hè. Bye. Sjoeke! Sjoeke! Ja, en de fanfare komt ook. Nu nog een geschikt cadeau vinden. Ik weet iets. Ja, doe maar niet te veel moeite, want ze zijn nog niet weg. Allee, en waar gaan ze dan wonen? Ah ja, maar Fernand heeft de loft al verhuurd, hè? Abij, voor onze Ronald. Wat blief. En ik dacht dat jij aan mijn kant stond. Je moet dat verstaan, hè, madame Pascal. Ik ben toch maar een kleine zelfstandige. Jammer, midden in de crisis, hè, die alle moeite van de wereld heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Als ik dan nog eens die huishuur ga verliezen... Nee, Bieke zal moeten vertrekken. Over mijn lijk. Dat is de laatste. Amai, mijn rug. Grote kuis aan het houden. Dat zijn spullen van mama, die stonden nog op zolder. Zeg, Maurice... Ja, je gaat die rommel hier toch niet laten staan? Ik doe dat straks allemaal naar het containerpark. Ah. Na het tv-optreden van Carmen, want dat wil ik niet missen. Nee. Die is weer aan iets begonnen, hè. Ja maar, ze gaat zich belachelijk maken. Ja. Wat zit er allemaal in die doos? Oh, van alles van nou. Dit bijvoorbeeld zijn allemaal oude röntgenfoto's van mama en scans en echografieën en zo. Röntgenfoto's? Ja, van haar sinus, haar hart, haar longen, haar lever, haar nieren, haar blaas... Pascalke. Maurice, dat vals gebied, dat is precies mijn maat. Mag ik dat hebben? Dat voor mij is versleten. Merci, man. Ga beginnen. Ik ben het. Het is begonnen.
Blijf eens van mijn lijf, zeg. Dag, beste kijkers. Mijn naam is... Oei, hoe heet ik nu weer? Ja, excuseer, dat zijn de zenuwen. Momentje, ik ga eens op mijn pas kijken. Oh ja, natuurlijk, natuurlijk. Ik ben Carmen, ja. En dat is mijn heer ook. Ja, en wij zijn de nieuwe sterren aan het BV-firmament. Hm? Ja. En vanaf morgen kan u al onze avonturen lezen in de boekjes. Hm? Is het goed zo? Gewoon verder, ja. Ja. Beste keer. Oh, maar we willen eerst nog de groetjes doen aan onze papi, die nu in het café van de kampioenen pintjes staat te tappen. Dag, papi. Lees wat je ook is. Dag. Pas op, kan ik me niet concentreren als je mijn oor ziet te brullen? Hé? Kijk, ik moet voortdoen. Ja, momentje. Zeg, zie toch dat ik met de mensen thuis aan het klappen ben, hè? Allee, ja. Bo, beste kijkers. We gaan dus een spelletje spelen. Naast mij staat een bord. En onder die geldbriefjes zitten dieren verborgen. Het zijn toch dieren, hè? Ja, dat straks niet afkomt dat bloemen zijn, hè? Ja, dieren dus. Met de letter P die jullie moeten raden. En elk tiende beller maakt kans om fantastische, gigantische prijzen te winnen. Bel nu naar het nummertje 0905 12345. En dan krijgt u deze uiterst bevallige, sympathieke BV en haar assistent Nero aan de lijn. Ah, en we hebben iemand aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag, Aap. Zeg, dat ik ben Baviaan. Ik bedoel, Aap, het dier dat we zoeken. Op die manier. Nee, dat staat er niet tussen. Toch bedankt. Oh, we hebben nog een kandidaat aan de lijn. Goedemiddag. Met wie spreek ik? Met Fernand Kostermans hier. Uw grootste fan. Oh, dag Fernand. Hawaii, zeg. Wat krijg je? Ziet er goed uit op tv. Dank u. En welk dier zoeken we? Ik dacht een paling. In het groen of in tomaten? In eigen nat. Nee, niet juist. Dag, Fernand. En de kijkers blijven bellen. Elk goed antwoord levert 100 euro op. Ja, en er zijn genoeg dieren met een P. Denk aan... Frikaan! Oh! Wat? Staat dat ertussen? Oh, dat staat er tussen. Dan ben ik gewonnen. Ik ben gewonnen. En zonder te bellen, hè. Ik heb gewonnen. Oh, die roken, we zijn gewonnen. Je gaat toch weer niet beginnen zagen, hè? Ik denk het wel, Bieke. Kijk, ons besluit staat vast. De vliegtuigtickets zijn al betaald. En die krokodillentranen die gaan mij niet van mening doen veranderen. Het is niet daarvoor dat ik ween. Maar ik wou het u eerst niet zeggen. Ik ben naar de dokter geweest. Wie? Zijn je ziek? Ah, wel, ik dacht het al. Jij ziet er de laatste tijd niet goed uit, ma. Kijk zelf maar, Pietje. Maar wat moet ik zien? Ah, wacht. Ik zal wel kijken. Ja, ik ben tenslotte bijna dokter geweest. Maken, zeg mij wat dat er scheelt. Hè. Je maakt me weer niet ongerust. Het is zo erg. Ja, de specialisten hebben er geen goed oog in. Maar voor mij moet je Amerika zeker niet afblazen. Ma, heb jij soms last van je prostaat? Prostaat? Ik zie hem hier duidelijk liggen en hij is zelfs een beetje vergroot. Pieke, je ma is een man. Ma? Ja, wat vind je buis een dokter dat nu van? Wat?
Er is een brief bij voor Maurice. Ma! Ja, sorry, Bieke. Maar wat zou jij doen in mijn plaats? Hey. Ja. Allee. Allee, Maak, kom eens hier. En kom. Ja. Maar die job, dat is mijn droom. Ik kan eindelijk carrière gaan maken. En ik kan veel geld verdienen. Jij zou fier op mij moeten zijn. Maar kind, ik ben fier op u. Ik ben fier op u. Maar Amerika, dat is zo groot. En zo ver. Ik wil u niet kwijt, Bieke. Mama, kijk, jij raakt mij niet kwijt. Maar nee. En we kunnen bellen. Oh. En schrijven. Ja. Bel me, schrijf me, laat me vlug iets weten. En internet? Maurice, die kan u toch leren chatten? Ja, internet. En af en toe komen we eens met vakantie. Ja, ene keer met kerstmis. En met Pasen. Molle. En uw verjaardag. Ja. Zeg, en heb jij er al eens over nagedacht? Hoe tante Madeleine gaat reageren als ze dat nieuws hoort? Tante Madeleine? Ja. Oh, die gaat groen zien van jaloezie als ze dat hoort. Ah ja, want haar dochter heeft het niet zo ver geschopt als jij, Bieke. Ja, tante Madeleine. Oh, ik wil die haar gezicht zien als ik dat vertel. Oh, Madeleine. Zeg, wel, waar wacht je op? Je moest al weg zijn, hè? Naar Amerika, hè? Oh, ze Madeleine. Bel nu naar het nummer 0905 12345. Het is niet moeilijk. Het is gemakkelijk. Het dier telt 6 letters. We hebben de eerste 4 al weggegeven. En kijk naar de type bovenaan in uw beeld. Allee. En we hebben de laatste kandidaat van vandaag nu aan de lijn. Nu! Oh nee. Blijven babbelen! Gat zeg! Ik mag mijn keel toch ook wel eens smeren, hè? En wat heeft die Porto Dink een half uur geleden gevraagd? Ah, die komt? Ja, ben eens curieus, ja, zie. Ze mogen hun sterren toch wel wat beter swaaieren, hè? Ja, slavendrijver, het is goed. Ik zal verder doen. Allee, kom aan, bellen nu. Het is echt wel uw laatste kans, hè? Oh, merci. Dat werd tijd. Santé. Het dier dat we zoeken, kent je allemaal. En we hebben de laatste kandidaat van vandaag nu aan de lijn. Allee. Oeh, nog altijd niet? Het is wel tijd voor ons neerroken zijn pipikken, hè? Of we laten iemand direct op antennen of wil zijn wij schuppen zijn? Niet meer meisjes, een zeg. Oh, eindelijk. Oh, Bij wie spreek ik? Madame Carmen, nog eens uw grootste fan hier, hè? Fernand. Ja, Fernand. Welk dier zoeken we? En wel, ik dacht een poedel. Ja. Ja, dat is helemaal juist. Dat is juist. Een poedel. Ja. Huh? Oh, niet juist. Welk dier zoeken we dan wel? Wat is dat voor een beest? Zeg, alleen daar heeft toch nog niemand die van gehoord? Oh, welke nozele kwiet heeft die het kwiet hier samengesteld? Oh, een nozel belachelijk spelletje. Kom hier ook, we zijn hier weg. Ontslagen? Ik? De beste Vlaamse presentatrice sinds Paashemer. Allee, zeg. Ja, niet te geloven, hè. Nee. Dat belachelijk regisseurke vond mij te amateuristisch en te kritisch. Zeg, ik mag toch van zijn programma denken wat ik wil, zeker, hè. Ja, Sjoeke, ja. Ik ben speciaal voor u naar de winkel geweest. Kom,
Een portoken om te bekomen. Maar ons neerroken heeft het hem in schoen laten voelen. En hij heeft tegen zijn schenen geplast. Ja, ik heb nog gezegd dat dat niks voor u is, hè. Dat is wel iets voor mij. En je moet niet denken dat ik het al opgeef, hè. Mom, Sjoeke, kom. Kom, Sjoeke. Ga zitten. Ga zitten in de zetel. Ja. Hey, kijk wat tv. Dat zal u ontspannen. Zo, dat... We gaan nog meer doen dan dat ook. Want we maken er... Hij doet dat om mij te kojoneren, hè. Wat denk je? Janice, die helpt me. Zeg het. Maar... Kandidaat. Ja, wat wil je doen? Ben ik niet blij dat ik na vandaag naar dat geklugel van dat kieken niet meer moet komen zien. Allee, Mark! Kom aan, Mark! Alles geven, je kunt het! Allee, Mark! Ja, ja, ja! Oh. Ik wist niet dat dat kon! Beste kampioenen. Hey, ik ben toch niet te laat voor de receptie? Spijtig genoeg, nee. Zeg, Rami, vandaag nemen wij afscheid van twee sympathieke mensen. Ja. Drie? Ja. Twee en al, hè? Vertongen, Mark. Ja. Ik heb u dikwijls een kieken genoemd, maar ja, je hebt u ook dikwijls aan de kieken gedragen. Hè? Maar, gisteren heb je bewezen wat je waard bent, Mark. Dankzij u staan wij nu 3 punten dichter tegen de titel. Mark is van ons, olé, olé. Mark is van ons, olé, olé. Mark is van ons, Mark is van ons. Mark is van ons, olé, olé. Maxke was van ons, Mekke. Ja, Bieke, u heb ik dikwijls Frank Stuk genoemd. Maar dat neemt niet weg. Nee. Ik heb heel graag uw gat. Je zet het zonnetje in huis en de kampioenen gaan dat zonnetje missen. Ja, dat zeker. Gelijk wij ook Pauletteke gaan missen. Hè. Paulien. Paulien. Wij wensen u allemaal, en ook in naam van Goedelen, veel succes met uw carrière in de United States of America. En God bless you. Ja. Allee, de cadeaus, kom. Hier, Mark. Om kinder niet uit te drogen. Dank u. Oké. Wow. Hangt dat daar maar in uw living in Amerika? Ja. He, dan zijn wij altijd dicht bij u. Dank u. Dank u, dank u. En van mij krijg je de rekening van alles dat ik ga moeten laten repareren in de loft tegen de kamer. Laat mij eens passeren. Zeg. Ma, je gaat toch niet mee naar Amerika? Nee, Bieke, dat zijn al mijn cadeaus voor Paulientje. Wauw. Ja, zo zal ze de mami nooit vergeten. Mijn klein poppenmietje. Dank je, ma. Ja, allee. Speech. Ja. Bedankt iedereen. We gaan jullie ongelooflijk hard missen. Ja. Zelfs de Fernand. Ja. En ieder van jullie zal heel diep in ons hart zitten. Ja, nu moeten we echt doorgaan, want anders gaan we ons vliegtuig missen. Hè? Ja. Oké.
Ja, en kom maar eens af, hè. Ja. Je bent altijd welkom. Pas op, Evira. Gaan wij die ooit nog terugzien? Ja, ik hoop het. Het voelt hier al zo leeg zonder hen. Mannen, hier. Het tv-debuut van Carmen staat nu ook al op het internet. Hè? Mo, kunt je dat daarom bekijken? Ja. Op YouTube en Facebook. Zeg, ze is hot, hè. Ja, maar meer dan 6000 hits op één dag. Ja, maar, dat is een echt internetrage. Hier. Dan gaat ze nog kwaaier zijn en ik zie al zo mijn peren mee haar. Dan moet ik mij ook zo'n internetrage aanschaffen. Hè. Ja, maar dan kan ik dag en nacht naar Carmen kijken. Ja. Goedemiddag. Bravo, Miss Belspel van Adel. Je hebt wel het afscheid gemist van Bieken en Marsken, hè. Die komen wel terug. Heb je het gezien? Ja. Staan op het internet, hè? Ja, internet mij gedacht. Ja, Carmen, wij vinden dat ook zo schandalig. Schandalig? Waarom? Allee, ik sta zelfs in de gazet. Ja, iedereen spreekt over mij. Ik ben beroemd, eindelijk. En wat meer is, hè, door al die gratis reclame hebben ze mij teruggevraagd. Wow. Ik mag weer presenteren. Goedie! Carmen, ik ben zo blij voor u, hè. Krijg ik een handteken? Ja, natuurlijk. Ja, maar hier. Oh, daar! Die wassen, hè? Wauw. Hier, voor boven uw bedje. Nog iemand een foto? Ik heb er drie verschillende, hè? Ja, Doortje voor u ook eentje. Dat moet niet, hoor. Ja, maar het is gratis, hoor. Omdat jij het zegt. Nee, Ronaldinho. Nee, Boba. De sleutel van de lof. Zeg, zorg dat je gedraagt in de loft. DDB, meneer Fernand. DDB. Dat is alles in orde op zijn Braziliaans. Jij zult niet eens merken dat ik er ben.